een jaar of 6 geleden hebben we op het strand hebben we een openluchtconcert gegeven. Ja. Met de hoeveelheid van de Ziggo Dome? Nee, er waren 8.000-9.000 mensen of zo. Ook niet verkeerd, maar dat was. Was op het strand, dus dat is moeilijk tellen. Maar dat was ook een groot concert. Het was een groot concert. Dus er blijft eigenlijk niks meer te wensen over. Nou ja, er blijft altijd wat te wensen over. Er zijn meerdere wegen die je als muzikant, denk ik, en als ondernemer wil bewandelen. Maar goed, weet je, wij zijn ook niet echt heel erg mensen die heel erg vooruitkijken, denk ik. We gaan dit gewoon doen, we gaan de kaart van genieten. En de Groene Weide blijft op de Schelling, blijft gewoon onze thuisbasis. En dan gaan we daarna gewoon weer lekker verder met wat we altijd doen. Wat een hoop mensen denken dat het mijn laatste kunstje is, die komen bedrogen uit. Want ze zijn nog niet van me af. Sowieso niet met de Nederlandse liedjes. Nee, ik streef ernaar om een hele album met Nederlandstalig te maken. Dus dat is wel de opzet eigenlijk. Eén Nederlandstalig album. En dan heb ik dat in ieder geval ook gedaan. Dat moet ook, hè? Als mensen nog graag naar het concert willen, zijn er nog kaartjes verkrijgbaar? Zeker. En die kunnen ze bestellen via ticketmaster.nl. En eigen site van het café? In de Groene Weide kan iedereen ook tickets komen halen. Is misschien wel leuk. Even een dagje te Schelling plannen om dan de kaarten zelf op te halen. Dat is helemaal niet verkeerd. Zet er een handtekening op. Ja. Zet ik een handtekening op. Ja.